dat je nou in de zorg werkt, dan moet je zo'n mondkapje op. Logisch, voor je eigen bescherming en voor die van je patiënten. Van iemand die zoveel last van zijn stem krijgt. En je hoort misschien hoe gedempt het klinkt. Dus moet je je voorstellen als ik dan harder ga praten omdat ik zo'n kapje op heb. Ik ga hem even afdoen, want ik word er echt niet lekker van. Maar waarom ik dit nou liet horen, is dat ik mijn stem nu op dezelfde intensiteit gebruik als net met dat kapje. Ze werkte in de zorg en ze kreeg last van haar stem door het mondkapje, door daarmee te praten. Dat kan ik me supergoed voorstellen. Ik heb het in mijn uitleg over intensiteiten vaak over de lichte intensiteit waarop je je stem kan gebruiken. Dat is voor een korte afstand en ook een manier van spreken waarop je verbinding maakt met mensen. Ik heb het ook wel over een stevige intensiteit die je gebruikt meer voor een groep of als je iets wil vertellen wat je lang wil volhouden en wat best wel een beetje krachtig mag overkomen. Nou noem ik ook vaak de scherpe intensiteit en de reactie die ik van mensen krijg is vaak dat ze die verschrikkelijk vinden. Nou, als ik het heel overdreven voordoe, dan klinkt het natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar een beetje scherpte in je stem, wat ik nu doe, is wel het behoud van de verstaanbaarheid. Juist als je met zo'n kapje praat en je doet er wat verstaanbaarheid bij, hoor je het verschil dat je wat scherpte erbij doet, waardoor je verstaanbaarder wordt? Nou, ik wil toch even wat tips geven hoe je die verstaanbaarheid kan krijgen met die scherpte. De allermakkelijkste is je voor te stellen hoe Amerikanen praten. Wij vinden vaak Amerikanen ontzettend overdreven praten of geknepen. Hi, how are you doing? Maar eigenlijk wat ze doen is die scherpte heel erg laten horen die bij ons wel eens te weinig gehoord wordt. Het is namelijk het behoud van je stem als je een klein beetje scherpte erin hebt. En het is een aanspanning van bepaalde spieren boven je stembanden. Dus het is niet geknepen op stembandniveau. Daar doe je dus niks mis mee. Ik zet er een glimlach bij, want daardoor krijg ik die spieren makkelijker aangespannen. Hey, how are you doing? Moet je maar eens proberen, dan merk je best hoe dat gaat. Je kan het ook oefenen door bijvoorbeeld het geluid van een kwekkende eend na te doen. Kwek, 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 kwek. Of een huilende baby, maar dan een wat lagere toon. Kwek. Of het geluid van een raceauto. Hing, 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 hing. Nou, dan ga ik nog eens even laten horen. Dus als ik gewoon praat ik op deze manier. En als ik wat scherpte erbij doe, dan klinkt het net eventjes wat meer verstaanbaar. Ga ik even kijken als ik op mijn gewone manier praat en ik doe dat mondkapje op. Doe ik natuurlijk helemaal niet zoals het hoort, want daar ben ik dan weer niet thuis in. Oké. Dus als ik praat zoals ik net deed, klink ik zo. Maar als ik wat scherpte erbij doe, klink ik op deze manier. Hey, hoe is het ermee? Gaat het een beetje vandaag? Hoe voel je je? Kan je me even helpen? Nou, je hoort het, deze scherpte is met het mondkapje ontzettend fijn. En nu ga ik het afdoen en dan hoor je dat het best wel heel scherp is, maar met het mondkapje prima en zonder mondkapje te veel. Dus zo kan je het gebruiken en ik hoop dat het behoud is van je stem, juist in deze tijd. Dus dit zijn even een paar hele kleine oefeningetjes waarmee je het al kan trainen. Als je dat nou een paar keer per dag doet, kort, gaat het steeds makkelijker in je systeem zitten. Dus stel je gaat elke keer een kort zinnetje op die manier zeggen en dan denk je er even aan dat je een soort Amerikaans geluid maakt, dan kan je het heel makkelijk leren op die manier. Nou, ik hoop dat het helpt.